Ken je die helemaal uit de kop? Ja. Echt waar? Jij ziet daar scherp op toe, zeg maar. Heel erg. Dit is de Jan Eversenstraat in Amsterdam. En hier is bouwbedrijf Van Gelder bezig met het verwisselen van meters. Werk achter de voordeur dus. Dat vereist wat extra activiteiten en een extra protocol. Dus heeft Van Gelder samen met Techniek Nederland en de netwerkbeheerders een eigen protocol opgesteld voor het werken achter de voordeur. Ik ga even bij ze kijken, want ze zijn hier twee hoog bezig met het vervangen van 3 meters. We gaan kijken, kom. Jan zie ik al staan. Goedemorgen mannen. Goedemorgen. Hey Johan. Ja, goedemorgen. Wat heb je daar? Hier hebben wij de contactloos schouwen en monteren wat Van Gelder heeft ontwikkeld om toch achter de voordeur werkzaamheden te kunnen doen bij de bewoners thuis. Heb je er een weekend op gestudeerd? Nou, bijna wel lijkt het zo, hè. Zit hij goed in het hoofd? Ja, redelijk goed, ja. We zijn er aardig mee bezig geweest, dus we kunnen er redelijk mee overweg met de klanten. En jullie dus kunnen nou weer werken achter de voordeur. Ja. Heeft dat lang stilgelegen? Dat heeft ruim een maand stilgelegen. Toch wel? Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk heel vervelend voor de klant en ook voor de opdrachtgever. Hallo? Goedemorgen. Jullie hebben goede conditie, denk ik. Jazeker. Hey, jullie krijgen een slimme meter. Klopt inderdaad. En ze gaan hem vervangen en ze gaan de gasmeter ook vervangen. Dus perfect. Waar zit hij? Zit hij bij jou naar binnen? Hij zit bij mij binnen. Hier komt dus de nieuwe elektriciteitsmeter. Oh ja. Ja. Dus, en momenteel zit hij hier. Komt dat 1935. Een collectors item. En hier dan de gasmeter. Jeetje. Ja. Vind je het raar om mensen over de vloer te krijgen in deze tijd? Nou, dat is natuurlijk wel een aparte tijd natuurlijk. Maar als je gewoon afstand houdt, dan hoeft het helemaal geen probleem te zijn. Dus nee. Dat valt reuze mee. Daar heb je in die zin niet zo over nagedacht ook. Zo van, Nee, ik wil mijn keuken gewoon af hebben. Ja. dat heeft meer prioriteit. Ja, precies. Zeg maar. En dat gewoon moet gaan gebeuren. Ja. Dus vandaar dat het heel fijn is dat het gewoon aan de slag komt. En Nita? Ja. De jongens zijn naar boven. Ga jij ze nou nog extra instrueren? Nou, voor deze keer kijk ik even mee hoe zij volgens het protocol werken. Wat En die heb je daar? En die heb ik bij me. Ken je die helemaal uit de kop? Ja. Echt waar? Jij ziet daar scherp op toe, zeg maar. Heel erg. Nou mannen, ja. Hoe ziet het eruit? 39. Goed. Ja? Ja. Gaat goed, Miguel? Ja, prima. We zijn even de medestand aan het controleren. Er komt ook nog een elektricien. Ja, klopt. Maar die zijn hier nog niet aan het werk. Nee, klopt. We proberen zo min mogelijk de bewoner te belasten. Gezien de maatregelen is het niet raadzaam om met verschillende mensen in één huis te komen. Hey, John. Ja? Ken jij dit hele protocol uit je hoofd? Ja, dat moet ik wel weten. Het zit helemaal in de koppie. Ja. Was het wennen, werken met handschoentjes? Nee, gewoon altijd. Wat doe je altijd af? Ja. Jij was al coronaproof. Ja, zoiets. Ja. Alleen niet met die rubberen, dat is wat minder, maar normaal hebben we altijd gewoon van die werkhandschoentjes aan. Ja. Dus met handschoenen werk is geen probleem. Is gelukt? Ja, zeker gelukt. Dan kan de volgende ploeg erin. Handschoentjes uit, de handen ontsmetten. Oh, wat heb je nu gedaan? Daar zijn we klaar mee, toch? We zijn nu klaar met de werkzaamheden. Ja, oh, dan ga je nu ontsmetten. Nu ga je nog een keertje ontsmetten. Alcoholdoekje. Dat is wel serieus, hè? Gewoon een handgelletje. Handgel erover. Smetting is belangrijk, hè? Belangrijk, hè? Ja. Had ze plaats. Op naar de volgende klus. Zet hem op, jongens. Elektra, hè? Ja, dat klopt. Wat voor dingen moet je extra opletten? Ja, nu dat de bewoners natuurlijk niet ziek zijn. Dus wanneer we aankomen, bellen we aan. Doen we 2 stappen achteruit. Vragen aan de bewoner of er ziekteverschijnselen zijn. Als er wel ziekteverschijnselen zijn, dan kunnen we meteen weer weg. En als er geen ziekteverschijnselen zijn, dan kunnen we verder naar binnen met monteren. Ja, hier komt een nieuwe kast voor de klant. Dus ze willen een verzwaring. Dus het gaat nu naar een 3-fase. 3-fase meterkast. De oude situatie is een 1-fase. Een grote klus? Nee, dit is een kleine klus. Dat is zo gedaan. Het is goed voorbereid. Dus er komt een nieuwe kabel met een nieuwe kast. En die sluiten we dan aan elkaar. Nou, tot kijk maar weer. Klusjes weer gedaan. Hoi hoi.
Nou, dit was een leerzame ochtend zeg. Het is wel duidelijk dat het werken op een bouwplaats wel even een hele andere koek is dan het werken hier zo achter voordeuren bij particulieren thuis. Heel veel obstakels, heel veel verschillende maatregelen, overal op letten. Ja, dat is toch wel even vierkante meter werk. En het is trouwens goed om te weten dat dit specifieke protocol van veilig doorwerken natuurlijk ook heel goed bruikbaar is bij renovatieprojecten, bij projecten bij mensen in huis. Dan is hij echt verschrikkelijk goed bruikbaar en je kunt alles precies volgens de regels doen. En nou ja, zoals we gezien hebben, dan zijn particulieren er ook heel erg tevreden over. Dus dit was een mooie ochtend in Amsterdam. Op naar de volgende!